Hoi allemaal! Nou, eindelijk kunnen we jullie het goede nieuws vertellen. Ja! Yay! Want, wat is dat het goede nieuws? Ja, wij verwachten 2 juli onze eerste kleintje. Ja! Echt waar? Ja, ik ben zwanger. Goed hè? En ik kan jullie ook vol trots vertellen dat het een meisje wordt. Ja. En dat ze super gezond is. Want uit de niptest is gebleken dat ze helemaal geen afwijkingen of iets heeft. En het hartje klopt super goed. Dus ja, dat is super mooi om te weten natuurlijk. En ja, eigenlijk voel ik mij ook gewoon goed. Ik ben af en toe wat misselijk. Ik heb hoofdpijn. Ik heb wel veel buikkrampjes. Maar dan weet je in ieder geval dat de kleine goed groeit. Ja, dus ik ben gewoon hartstikke blij eigenlijk. Ik voel me fantastisch. Ja, ik ook. Ja, natuurlijk. Ja, want jij hebt er ook niks aan, hè? Maar goed. Wij zijn gewoon een blije papa en een blije mama. En we kunnen nog niet wachten dat we ons mooie kleine hondertje rond 2 juli in onze armen mogen gaan houden. Ja. En ik hoop dat jullie net zo blij zijn als wij. Ja. Oké, doei doei.